Welkom bij de zesde dag van Cultuur in Actie. Ongeveer 60 uur aan demonstreren zit er inmiddels op. En de marathon gaat gelukkig verder. Vandaag en morgen en de komende 4 uur ben ik jullie presentator. Met heel veel liefde en heel veel plezier en heel veel energie. Want je moet de dag vrolijk en energiek beginnen. Inmiddels zijn er meer dan 350.000 mensen aanwezig op ons digitale demonstratieplein, moet ik eigenlijk zeggen. Met dus meer dan genoeg afstand tussen de mensen, gelukkig. En het mooie is, we kunnen vandaag alleen nog maar verder en verder en verder groeien. Bij mij aan tafel, Johanna. Wat ontzettend fijn dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent een van de initiatiefnemers van dit enorme succes. Ja, samen met Mark Pos en Peter Heeres en Jan Kuiper en Daan en Christina en heel veel mensen die hier zitten. Ja. En wij dachten echt, we moeten iets doen, iets groots, wat iedere Nederlander gaat zien. En dat is nu ook aan het gebeuren. Dus het gaat waanzinnig goed, omdat iedereen hier langskomt en zijn verhaal vertelt. Van de vrachtwagenchauffeur tot een regisseur, et cetera. Iedereen die werkt in de culturele sector, die komt hier. Het wordt gefilmd, die neemt zijn linkje mee en die verspreidt het weer via de social media. Ja. Dus zo langzamerhand hoor ik van iedereen dat ze weten dat het er is en dat ze gaan stemmen. En het mooie is ook dat door de week heen het ook bij de politiek terecht is gekomen. Want we hebben Niels van den Bergen gehad, we hebben Rob Jetten gehad, we hebben Lodewijk Asscher gehad. Ja. En Rob Jetten heeft gezegd dat zij nogmaals Ingrid van Engelshoven zou uitnodigen om hier te komen. Ze had het mij wel beloofd hoor, want ik zat in Kunststof vorige week met haar, samen met Gijs Scholten van Aschat en Frank van der Linden, die interviewde dat. En toen heb ik haar uitgenodigd en haar een kaart overhandigd. En toen zei ze, ja, ik zal komen. Ik weet nog niet precies hoe laat vrijdag, maar ik probeer dan vrijdagavond. Ik zei, het liefst hebben we natuurlijk dat u aan het eind komt, hè? Want dan kunt u al die stemmen finale in ontvangst nemen. Ja. Nou, dat zou als ik haar was, zou ik gewoon komen. Ja, nou, Rob Jetten was er gisteren. En om toch even een beetje in de sfeer van vandaag te komen, laten we dan heel even terugkijken naar gisteren. En dan gaan we zo verder praten over wat de minister hier zou moeten komen doen. Ja, ja. Ja, in dit filmpje eigenlijk alleen al bevestigt wat er zo bijzonder en mooi in cultuur is. En wat ik ook, je noemde het even in het begin net, dat ook de vrachtwagenchauffeur en zeg maar iedereen langskomt. En dat is vandaag ook zo. We hebben vandaag acteurs, actrices, filmmakers, producenten. Ja. Maar ook bijvoorbeeld de cateraar, die komt vandaag langs. En dus zo laat eigenlijk de diversiteit binnen de cultuursector komt dan heel goed in beeld. Ja, het is ongelooflijk belangrijk. Want als onze sector niet gesteund wordt, dan hebben we straks ongelooflijk veel werkelozen. Ja, en het is misschien wel leuk om te zeggen, want de mensen die nu inkijken, hartelijk welkom uiteraard, maar die zien natuurlijk niet wat hier van tevoren gebeurt. Het is een grote loods. Jij spreekt hier 's ochtends de mensen even toe die hier werken. En je noemde net, we zijn geschiedenis met elkaar aan het schrijven. Ja. Voelt dat zo? Ja, dat voelt echt wel. Dit is echt wel een geschiedenis die we aan het schrijven zijn. Het is een heel markant portret van deze tijd. Ja.
Later zullen we zeggen, oh ja, toen was die corona er. En toen zag de cultuursector er zo uit. Toen stonden we er niet zo goed voor, maar nu gaat het heel goed, zeggen ja, we later. Het is een kantelpunt eigenlijk. Ja. Dat is, kijk, en als je echt iets wil laten kantelen, heb je natuurlijk de koning nodig. Ja. En weet jij dat gisteren de koning in Den Haag is hij naar theater toe gegaan? En nou, ik moet zeggen, zullen we er gewoon naar gaan kijken naar de koning? We gaan even kijken naar de koning. Ja. Om ook te laten zien aan Nederland dat deze sector die het zo zwaar heeft, en dan praat ik niet alleen degenen die op het toneel staan, maar ook die erachter staan, een heleboel ZZP'ers die in de techniek, in de licht zitten, allerlei andere taken die je niet eens ziet, die ook echt gewoon in één keer geen inkomsten meer hadden, niks meer hadden, die moeten gewoon weer aan de slag kunnen, hun passie uit kunnen voeren, want dat is in de kunst. En als we dat met z'n allen als Nederland kunnen steunen, vind ik het fantastisch om dat te kunnen doen. En zo snel mogelijk weer naar 100 man en dan weer volle theaters. Dat zou het mooiste zijn. Yes. Jij zit al zo. Nou, ik kreeg een appje vanochtend van iemand die zei, ik schoot helemaal vol, want de koning is bij jullie in Utrecht geweest in de fabriek. Ja. Die dacht dat hij bij ons op. Maar hij zegt precies hetzelfde wat wij zeggen. Ik wou net zeggen, heb je hem gesouffleerd? Ik denk dat hij, ja. Maar geeft het dan, toen je dit zag, wat doet het dan met jou? Denk je van, ja, zie je, dit is precies wat wij willen uitdragen? Ja, dat is het. En kom dan ook over de brug. Wat bedoel je daarmee? Kom over de vanuit brug. De politiek. Ja. Kom dan ook met een nieuw plan, een Marshallplan, ja. Whatever. Maar steun ons en zorg dat we door kunnen gaan. Want je zegt, van, je wil Ingrid van Engelshoven, de minister van Cultuur onder andere, hier aan tafel hebben, aanstaande vrijdag. Misschien wel, ik hoop minimaal 500.000 dat we dat gaan redden. Daar gaan we natuurlijk heel erg ons best voor doen. Maar dat ze al die handtekeningen zeg maar in ontvangst kan nemen. Maar als de koning zo enthousiast is, zou je dan niet ook de koning hier aan tafel willen hebben? Ja, natuurlijk. We zijn al aan het bellen met de koning. Maar echt waar? Is dat niet? Nee, want je kan hem wel uitnodigen. Maar 2 dagen van tevoren, dan moet er echt wel een watersnoodramp of zoiets uitbreken. En wat doe je als de minister van Engelshoven niet aanschuift? Nou, dan staat er een lege stoel. En dan voeren we toch een gesprek met haar, maar dan met een lege stoel. Dus dat wordt een heel, heel pijnlijk gesprek eigenlijk? Ja, ik zou dat zelf niet prettig vinden als ik minister was. Nee. Nee. Nee, dat is, en wat is dan, wat hoopt u eigenlijk van haar te horen? Nou, ik hoop dat het haar lukt om steun te vinden. Ja. Dat Mark Rutte gaat zeggen, ja, het klopt, we zijn er niet aan toegekomen, maar nu is het echt tijd. Nu gaan we de culturele sector financieel ondersteunen. Anders gaat hij onderuit. En het is nooit te laat, hè? Er was natuurlijk heel veel aan de hand en heel veel andere dingen die heel belangrijk waren. Maar nu is het tijd voor de culturele sector. Dat ook de culturele sector volledig de aandacht krijgt. En over de culturele sector gesproken, en daar moeten we natuurlijk wel even bij stilstaan helaas deze ochtend. Want dat nieuws heeft jou denk ik ook bereikt. Is dat Mark de Hond is vanochtend overleden. Hij was rolstoelsporter. Ja. Hij was DJ, radiomaker. Maar bovenal internetondernemer was hij ook. Maar bovenal ook theatermaker, theaterproducent. En hij is op volgens mij 41-jarige leeftijd overleden, of in ieder geval heel erg jong. 42 jaar geleden overleden. Ken jij hem persoonlijk? Nee, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb natuurlijk wel veel van hem gezien. Ja. En het was een optimist. Een onverbeterde optimist. En hij was met een programma bezig, Voortschrijdend Inzicht. Ja. Een theaterprogramma. Waarin allemaal vrienden en collega's konden komen om met hem te praten. En dat wilde hij dan nalaten aan zijn kinderen. En hij was iemand, wat zei hij nou? Oh, hoe donker de tunnel ook is, er zijn altijd nog wel wat lampjes die je kan ophangen. Ja. Dat zei hij. Dat is wel heel mooi. Ja, dat is heel dus mooi. Dus eigenlijk moeten wij nu voor hem de lampjes ophangen. Ja, laten we dat doen. Is dat... voor hem en voor zijn familie. Dus ook vanuit cultuur in actie, een warm hart en condolences naar de familie en de nabestaanden. En natuurlijk verschrikkelijk dat hij overleden is. Sorry, ik krijg iets in mijn oortje, maar dat is... Oh, nou, dat geeft helemaal niks. Waar kijk jij het meest naar uit vandaag? Nou, Angela Merkel komt. Hier? Ja. In onze vanavond om 7 uur. Ja. Dus dat is natuurlijk de grootste kers op de taart. Ja. Dus wij verheugen ons allen. Ja. En heel veel andere mensen. Jacques Vriends, kinderboeken schrijven, komt. Marianne Senne, de directeur van Vis-à-vis komt. Allerlei een andere collega van mij komt nog. Die ik ken, een filmmaker. Ja, ik zeg van een andere collega van mij. Maar het is een soort... Je voelt ook alsof allerlei vrienden langskomen. Maar ik wou net zeggen, wat voor de mensen die jou misschien niet kennen...
Wat, los dat je initiatiefnemer hiervan bent, waar zou je nu eigenlijk staan? Zou je nu in het toneel staan? Het oog van de storm zouden we gaan spelen met Hans Quazet en Anne-Wil Blankers en nog een aantal andere mensen. En geregisseerd door Agathe Witteman. En we zouden net klaar geweest zijn. We hebben de première niet gehaald. Die was 22 maart en toen was het al gestopt. En dan zou ik nu vrij zijn zoals ik nu ook vrij ben, maar nu dit doe. Nu is nu eigenlijk geen vakantie voor jou. Nee, joh, gelukkig niet zeg. Ik moet niet aan denken. Mis je het? Ja, enorm. Het was echt... toen het begon dacht ik zoals heel veel anderen... Oh, lekker even een weekje vakantie. Ja. En na 3 weken ontdekte ik dat... Ja, het klinkt echt dramatisch, maar ik had geen doel meer. En ik dacht, mijn leven heeft helemaal geen zin meer. Ik hou natuurlijk heel veel van mijn man. Maar ik heb het al eerder gezegd, het is niet voldoende. Ja. We moeten ook werken en creëren en vorm kunnen geven en verhalen vertellen. En ik vind het is shocking wat er dan allemaal wegvalt. En hoe belangrijk dat vak voor jezelf is en voor het publiek. Ja, nou, dat is natuurlijk, dat is eigenlijk wat we met Cultuur in Actie is. Wel een demonstratie, een protest eigenlijk. Maar niet heel erg, niet vanuit het idee van we gaan zeiken of we gaan zeuren. Nee, maar juist positief laten zien. Ja. Waar staan we allemaal voor? En vraag waarschijnlijk aan alle makers en alle mensen die in de cultuursector werken vandaag. Van wat betekent cultuur dan voor jou? Maar is dit dan wat jij zegt van het is eigenlijk... Wat je een beetje zegt van ook voor jou en je relatie dan een soort van lijm. Dat de man alleen is niet genoeg. Maar dat het dus voor de hele samenleving zo ontzettend belangrijk is. Ja. Een soort van zuurstof, een tweede long. Ja, het is het cement van de samenleving. Wij doen elke dag, wat ik net ook al zei, aan cultuur. En het verbindt mensen, het troost, het maakt mensen blij. Het kost heel veel geld, maar het is ook weer niet in geld uit te drukken wat je ervoor terugkrijgt. Ja. Trouwens, we krijgen er heel veel voor terug, hè, ook op economisch vlak. Maar daar gaan we het vandaag nog over hebben. Is er nog iets laat ik zo zeggen, hoe, als het nou allemaal niet... Nee, het gaat allemaal lukken, daar gaan we vanuit. Het gaat gewoon lukken. Het gaat gewoon lukken. Vrijdag de minister hier. Vandaag, dat mogen we stiekem een beetje zeggen, wordt er al wat in Den Haag rondgebeld, als het goed is. Ja. Wat hoop je dat we... Waar ben je tevreden? Nou, ik ben tevreden wanneer we 1,5 tot 2 miljard steun krijgen. 1,5 tot 2 miljard. Mag ik dat zo zeggen, mensen? Van mij wel. Ik zie hier heel veel mensen zitten die allemaal iedereen werken. Iedereen is het ermee eens, ja. En allemaal volgens mij vrijwillig hier aan de slag zijn voor deze actie. Ja, ja, ja. 7 dagen lang. Dus dan, en die 2 miljard gaat niet naar jou toe. Nee. Naar mij toe. Ik ga naar die iedereen, hele sector. Naar iedereen. Ja. Ja, nee, fantastisch. Laten we daarmee... Dan gaan we daarmee afronden. 2 miljard, die noteren we. Dan wil ik je heel erg bedanken. En dan gaan we zo meteen genieten van een acteur en filmmaker. Dus, okay, veel plezier. Jij ook vandaag. Genieten van ze achter de schermen. En ik zou zeggen, blijf vooral kijken, want we gaan zo meteen vrolijk verder.